Let's talk about you and me. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video van mij. Ik ben met Marijn! En Marijn had vannacht... Oké, mijn moment. Jammer jongens, niet gelukt. Ik ga zo meteen naar Laren met mijn broertjes. Justin rijdt mee, Ruben gaat mee, Quinn volgens mij niet. En een vriend uit Justin's voetbalteam. Dus ik hou Ruben, ik hou hem allemaal eigenlijk op straks. Maar ik ga eerst het huis even schoonmaken. En dan ja, die kant op, het is echt vies. Ik ben klaar om te gaan. Marijn ligt in slaap, dus ik moet niet heel hard praten. Ik heb mijn was neergezet zodat Tijn mijn was kan doen. En ik ga nu Ruben ophalen en daarna Justin en Noah. Dus ik zou zeggen, ga je mee? Holy shit, wat een weer. Niet normaal. Ik moet even kijken hoe ik er ga komen. Want het is overal afgezet. Wat gek van deze stad. Nou ja, ik hou dus nu Ruben op en dan ga ik naar Ajax. Dan pik ik Justin en zijn vriend op. Kijk eens aan. Ruben in de back. Niet in de back, in de front. Dat zit in de front. Maar we zijn nu op Justin aan het wachten. We hebben de toekomst. En hij neemt niet op. Dus we kunnen hier weer een uur gaan wachten. Ja. Maar geen. Oh meneer, ik doe niks. We moeten even kijken waar die is, want we zijn, hij zou hier om 5 uur zijn, maar hij is er niet. Oh. 10 minuten over 5. Ja. Nou, als hij er is, dan geef ik een geel. Hij probeert dat ding de hele tijd zo neer te zetten, maar het gaat helemaal fout. Ja, kijk. Oké. Godverdomme. Ja, Bonnie, hè? Zo, nou, nu gaat hij wel zo. Selena Gomez. Ja, het komt niet vaak voor. Meestal heb ik het voor je, omdat we nog Q-Live tickets hebben. Gewoon hier. In dit geval, best gewoon hier. Totaal andersom. Je kan nog nergens gaan. De enige plek in Nederland. Just aan de back. Op dit moment kan zorgen dat jij erbij bent. Dat is echt van Selena Gomez in de ziekenhuis. Ruben gaat vloggen. Ja. Hoor je een liedje van haar tussen 4 uur middags en 12 uur 's avonds? Bel dan 0909-95-96. Hebben net ook heel veel mensen gedaan. Ja. Nou, ik heb lekker gegeten en ik ga even. Oh, kijk, top. Ik wil dit even klaar laten leggen, want dit is voor Koningsdag. En een jasje met wat oranje erin, aangezien het. Ik denk dat het gaat regenen schijnt, dus dat is wel handig. Ik doe denk ik gewoon niet de vlaggen om me heen, dan hoef ik niet helemaal rijden. En ik heb een rookmachine en rookmachine vloeistof voor op de boot, dus dat is super leuk. Dat valt me een beetje op. Ik zei wel echt tegen iedereen van ja, luister, we gaan op die boot. Maar ik wil echt total los en ik wil dat iedereen ons ziet. Dus ik hoop alleen dat het niet echt hard gaat regenen, dat zal wel natuurlijk wel. Maar goed. Justin is nu even een ijsje aan het halen en dan ga ik die opeten. En als we die op hebben, dan ga ik weer naar Amsterdam. Zet ik de jongens thuis af en dan ga ik lekker op de bank chillen. Daarbij is Marca Rokenbar. Thema regen. Geef je nu op sms je naam en je leeftijd naar 636. Dit is sms je naam en je leeftijd naar 636.
heel gek. Ik moest die foto naar mijn zus terugbrengen. En ik heb het denk ik oprecht. Gewoon oprecht. Een uur een rondje gereden. Naar een parkeerplek te zoeken. Om naar een parkeerplek te zoeken. Holy shit. En ik heb een fucking zware tas bij me. Met een rookmachine voor Koningsdag. En ik wou echt chillen vandaag. En gewoon echt alleen even naar kijken. Dat ga ik nu ook gewoon doen. En morgen trouwens, met Koningsdag. Koningsnacht is het morgen. Ga ik niks doen. Ik ga lekker chillen. Want ik ga natuurlijk op Koningsdag. Op twee boten. Dus ik ga lekker niks doen. Oh. Wacht. Ik ben thuis. Ik ga even chillen. Hé, mijn wasdag is leeg. Lekker bezig, Tina. Wat? Tot zo. Ik ben weer bijgekomen. Ik zit even het nieuws te kijken. Ik ging over Prince, die is overleden. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Prince, ik heb het nooit geluisterd. Ja, ik ken de Purple Rain, die ken ik wel natuurlijk. Maar ja, soms in kroeg en zo hoor je dat wel eens. Maar ja, het is natuurlijk wel heel erg. Dat er ergens iemand ja, die zoveel impact heeft gehad of heeft op de wereld overlijdt. Maar goed, ja, het is niet anders. Ik ga nu lekker slapen. Ik heb een hele leuke dag gehad. Morgen ga ik echt gewoon, morgen is Koningsnacht, maar ik ga niks doen. Ik ga gewoon lekker chillen. Sas komt tukken, Marijn tukt hier, Brit, Tijn's zus tukt hier met vriendinnen. Dus het is een groot feest, maar we gaan gewoon lekker chillen. Ik geloof dat zus van Tijn wel uitgaat, maar ja, ik niet. En ja, ik moet wat verjaardagboodschapjes sturen naar twee kijkers die we graag willen gaan opnemen. En dan ga ik ook nog een andere vlog voor een projectje van mij editen. En ik ga een paar mailtjes sturen, want dat moet ik doen. Dus zou ik zeggen, voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, dat zou ik super leuk vinden. Het gaat super goed op mijn kanaal. Ik ben echt overweldigd dat het gewoon ineens zo, ja, dat ik zo aan het groeien ben. Dat vind ik gewoon super cool. En elke dag dat ik wakker word, denk ik ja. Het wordt gewoon steeds leuker. Maar goed, vergeet dus niet te abonneren en een duimpje achterlaten op deze video natuurlijk. En dan zie ik jullie morgen om 4 uur bij een hele chille, relaxe nieuwe video. Doei doei!